Waarachtig, hij doet het. Ja, flink gas geven, meneer Bakker. Nog een beetje gas, meneer Bakker, want anders slaat hij af. Wat was ik blij dat ik niet daar achter in de garage stond. Ja, komt u maar, meneer Bakker. Ja, hij weet dat de camera draait. En hij wil niet dat zijn autootje afslaat. Kijk, daar komt hij. Hier gaat hij. Daar komt hij. Ja, bijna is hij eruit. Zo, gas los. Zo, we zullen eerst eens inlaaien. En er zit al zoveel in de auto. Maar u heeft niet alleen eten, u heeft heel veel snoep, zie ik. Ja, snoep, maar mijn vrouw die gaat ook mee. Dus als je je vrouw een beetje wil verwennen, dan moet je... Veel snoep meenemen. Moet je veel snoep meenemen. Kijk, en ik heb ook een pulsje meegenomen. En ook een lekker stukje kaas. En lekkere eetdammers van kaas. Hoeveel van die kaasjes heeft u? 10. 10 kaas. 10 eetdammers. En wat is die? Is die boerenkoop? En dat is... Roomspinazie. Roomspinazie. Moe is gek op spinazie. Ja. Die heb liever nog spinazie als mij. Kijk eens. Wat ik voor u heb. Kijk. Ik heb voor u een eetdammerkaasje meegenomen. Fantastisch. Want daar had u er 10 van, hè? Nam ik er altijd mee. Ja. En? Het is geen roomspinazie, want die hadden ze niet meer. Maar dat is ook lekker, hoor. Gesneden bladspinazie. Dat is het belangrijkste, als een vrouw goed kan koken. De liefde van de man gaat door zijn maag. En de liefde van de vrouw gaat via de roomspinazie. En ja, ook via de roomspinazie, maar ook volgens de portemonnee. En heeft u al in de aardappeltjes geprikt? Ja, die zijn klaar. Die zijn klaar, maar die moeten dan toch uit, of niet? Ja, maar kijk, ze zitten nou in het water, dus dat is niet zo erg, hoor. Meneer Bakker, u heeft ze niet helemaal goed schoongemaakt, zie ik. Nee, jawel. Oh, ja, wat zijn die bruine dingetjes? Oh, dat was zo. Ja, dat is goed geschild. Ja, zeker weten. Oh. Even lekker droog. Ja. Nog meer? Geen meer? Aangebrande slaapvinkjes, hoor. Ja. Hé, hey, moe. En met room? Hé, hey, moe. Vergoedend alles. Ja. Het zonnige leven van de familie Bakker heeft ook een schaduwzijde. De Parkinson van Moe. Het maakt haar totaal afhankelijk van haar man. En het valt niet altijd mee. Je wordt slomer. En je wordt... Je denkt niet zo goed meer na. Maar je verstand staat wel op scherp. Bent u nooit boos dat u het gekregen heeft? Nee. Ik krijg dit en u krijgt dat. En iedereen krijgt wat. En er gebeurt toch wat met de mens. Er zijn veel erger dingen. Nog, denk ik. Waar komt die berusting vandaan? Ik denk dat dat ook in het pakket zit. Ja, dat meen ik echt. Dat krijg je mee, dat meen ik. Want ik ben niet zo geduldig. Maar je wordt het wel. Eerlijk waar. Ik weet geen andere oplossing. U? Nee, hè? Waarom wil u niet naar een bejaardenhuis? Bejaardenhuis. Hoe oud ben ik? 17. Ga je toch niet naar een bejaardenhuis? Nee, meneer Bakker. Ben je belast? Ik zie jou in een bejaardenhuis. Niks voor u.
Maar dan heeft u wat gezelschap van andere mensen. Ja, die borrel ken ik zelf al op. Maar meneer Bakker, dan kunt u al uw verhalen over Moe vertellen. Nee, joh, dat hou ik voor mezelf. Meneer Bakker, we gaan even naar de auto. Ja, ja. Goed zo. Gaat het? Ja. Het zou geen overbodige luxe zijn, hè, hier. Meneer Bakker. Is het erg smal. Komt u erin, denkt u? Ja. Moet ik helpen? Nee. Weet u dat heel zeker? Zo. Dat gaat nog. Ja, voorzichtig. Heel voorzichtig. Zo. Gaat. Het zou de tijd voor de ander nog niet zijn. Dat zou toch heel lastig zijn, hè? Laat ik zou er niet tegen kennen. Nee. Nee, hij zegt altijd... Nee, hè? We moesten samen gelijk kennen. Ja. Hey, kan ik alleen overblijven? Nee. Ken je buiten de... En onze lieve heer, die weet dat heel goed. Lijkt me een mooie afsluiting. Dank je. Ja. Maar ik hoop nog lang mee te gaan. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Zolang ik er ben, zou je wel moeten. Hé? Hey. Ja, maar... Als u terugkijkt op uw hele leven... En u zou één moment over mogen doen. Wat zou u kiezen? Recht tegenover elkaar. Dat is de wens. Anders niet. Ik zou blij wezen als onze lieve heren benaalden.